Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en we zijn weer terug op het mobiel vloggen. Ik heb namelijk mijn kaartje vanmiddag nodig om foto's te maken. Want ik ga namelijk een soort fotoshoot houden vanmiddag met Ashley. Die gaat me daarbij helpen. Ik wil namelijk een aantal nieuwe... Ik wil eigenlijk een aantal nieuwe foto's hebben voor mijn YouTube kanaal. Een aantal mooie foto's om op Instagram te plaatsen. En aangezien het vandaag toch nog wel enigszins lekker weer wordt, gaan we vandaag naar een parkje. En daar gaan we proberen hele leuke foto's te maken. Dus ik heb mijn make-up look al helemaal gedaan. Ik ben gegaan voor ook een beetje een herfsttintachtige oogschaduw. Donkerbruine in het midden en goud overheen. En natuurlijk wat concealer en poeder en weet ik het allemaal. Ik moet alleen straks nog wat op mijn lippen doen. Daar ga ik waarschijnlijk een of bruine of paarse kleur op doen. Even kijken wat het makkelijkst is. En daar zien jullie een busje staan. En dat busje komt onze kozijnen doen. Dus ja, we gaan het zien. Alle kozijnen gaan er vandaag uit. Of nou ja, in ieder geval een deel. Dus we gaan zien hoe en wat. Let's go. Goed, ik ben even onderweg naar de winkels. Nu zie je de make-up echt heel erg goed. Binnen valt het nog echt wel mee, maar buiten ziet het goed. En dat is de bedoeling. Want ik ga namelijk zo meteen lekker foto's maken. Vanmiddag dan. Het is nu nog maar 10 uur. Ik ga even onderweg naar de winkels toe nu. Want ik wil een paar Halloween decoratie dingetjes halen. Mijn moeder heeft een pompoen gekocht. Dat is echt zo'n dingetje. Ik denk, lief van haar, maar daar kan ik natuurlijk ook geen foto's mee maken. Dus ik ga kijken of we iets van of een grotere pompoen kunnen vinden. Of anders gewoon een soort nep pompoen decoratie dingetje. Even kijken wat we kunnen vinden. Ik hoop dat we wel iets kunnen vinden. Anders hebben we dus gewoon echt een probleem. Maar ja, we gaan het zien. Goed, het is gelukt. Ik heb een pompoen. Niet bij de kruidvat, bij de bloemenwinkel. Ik heb bij de kruidvat een hele donker herfstachtige nude lipstick gehaald. En van dat spinnenweb met van die nepspinnetjes erin. Want ik had dat, maar ik weet dus niet meer waar het gebleven is. Dus hopelijk gaat dat straks allemaal lukken. Ik ben in ieder geval heel benieuwd voor de foto straks, maar we hebben alles. Loop ik dan met mijn twee pompoenen. Nee, toch niet meer. Kijk wel uit waar je loopt. Als ik zo meteen naar beneden glij, ik ga kaart lachen. Oh, dan ga ik, dan staat mijn camera klaar, hè? Nou, deze staat aan, dus kunnen we lachen. Jongens, waar zijn we? Waar lopen we? Waarom lopen we hier?
alles voor de foto. Echt, hè? Als je nou een beetje in de zon gaat staan.